Zo, goedemiddag, Gijs Dubbeldam. We lopen nu naar de oude spottersplaats. Die is niet helemaal meer te bereiken vanwege dat die afgezet is daar. Maar vroeger stond je daar prachtig. Je kon alle bewegingen op Schiphol konden we zien. Het bijzondere aan deze plek is eigenlijk dat de Kaagbaan een van de meest gebruikte banen is van Schiphol. Ik heb hier mijn allereerste foto's van 25 jaar geleden gemaakt. Dat was van South African Airways. Dat was een Boeing 747SP. En ik heb hier twee keer de Air Force One van de Amerikaanse regering zien landen en op het platform stil zien staan. We moesten hier eigenlijk weg door het gebouw van Panalpina, wat in de verte te zien is. Die zou op de plaats komen en tot aan de boulevard zou het volgebouwd geworden met gebouwen voor vrachtafhandeling. Toen die plek wegdraaide te vallen, zijn we handtekeningenactie gestart. Ja, we hadden in een mum van tijd heel veel handtekeningen. Ja, het mooiste wat er tot nu toe uit voort is gekomen, de nieuwe spottersplaats bij de Polderbaan. Heeft u nog iets met het Schiphol Oosterduin? Ja, daar, heel af en toe ga ik daar eens kijken als ik weet dat er wat bijzondere gasten zijn. Zoals straks met de kroning. Dan verwachten we Europese koningshuizen die hier komen, die op Schiphol gaan landen en op Oost neergezet gaan worden. Die naam zie je goed. Er zitten er twee achter elkaar. Er zit er nog eentje achter. Oh, die heb ik nog niet gemeld. Nee. Ja, we staan nu op zeg maar eigenlijk de nieuwe spottersplaats. Sinds 5 jaar ligt deze nu hier. En deze is eigenlijk in de plaats gekomen voor spottersplaats Kaagbaan. En van het begin af aan hadden we eigenlijk zoiets van ja, we gaan wel iets doen, maar het zal wel op niks uitdraaien. Maar goed, als je kijkt wat we in de afgelopen 5, 6 jaar bereikt hebben, dan zijn we er toch wel een beetje trots op dat dit hier ligt. Ja, voor mij is het dubbel en dwars waard.